Vanavond zijn wij door Almelo aan het rondreizen en een uitstapje naar Tubbergen om een aantal gezinnen gelukkig te maken met een doos vol speelgoed en een mooi cadeautje voor de kerst te bezorgen. Deze is voor jou. Ja. Kijk, je mag hem helemaal uitpakken. Ja, deze actie is echt heel hard nodig. Wij merken dat het aantal kinderen dat bij ons komt bij de speelgoedbank echt, nou, ik zou bijna zeggen, wekelijks toeneemt. Je ziet gewoon dat de armoede toeneemt, dat alles duurder is. Het is eigenlijk heel simpel als je als ouders kan kiezen tussen moet ik mijn kind eten geven of moet ik speelgoed kopen. Ja, dan kies je toch echt voor eten geven en niet voor speelgoed. Heel leuk en ik ben er heel erg blij mee. Waarom ben je er zo blij mee? Gewoon, ik weet niet. Ik vind het echt leuk. Ja, de situatie van dit jaar is een beetje rot geweest met alles. Vooral met mij dan even, met de situatie dat je niet kunt werken en alles. Met het gezondheid waar je zit. Dus dat is nou voor een, en vooral voor die meid hier en voor mijn oudste, ja, is het leuk. En dat dat op deze manier gedaan wordt, is dat wel een opsteken, ja. Ja, echt een verrassing. Ja, had ik niet verwacht. Waarom doet het u zoveel? Ja, weet ik niet. Dus ja, ik ben alleenstaande moeder, dus daarom. Ja. Het hele jaar werk je keihard. Iedereen zet zich vol energie in voor de speelgoedbank. En dit is gewoon toch altijd wel het hoogtepunt van het jaar om deze gezinnen zo blij te mogen zien.